Dat ik het totaal niet heb zien aankomen. Dat ik totaal verrast en overweldigd was. En dat ik het niet voor mogelijk heb gehouden dat dit überhaupt kon. Nou, het ging allemaal vooral heel snel. En ook het onverwachte. Maar ja, gewoon insane. En heel erg leuk en heel dankbaar. Ook totaal niet verwacht. Ook omdat ik al een tijdje niet meer speel. Dus en ook een hele kleine musical. En ook met het idee dat we dachten, oh, we gaan dit uitproberen. En dan heb ik eigenlijk helemaal niet gedacht aan musical awards of nominaties of iets. Dus dat is een soort van uit de lucht komen vallen. Dus, ja, geweldig. Eens kom. Ja. Elke nominatie vind ik zo'n bekroning voor de hele productie. Dus voor mij is het echt een bekroning voor onze hele club van Jesus Christ Superstar. Voor mij is het heel speciaal omdat 14 nominaties voor Jesus Christ Superstar. Er is nog nooit een musical geweest, echt nog nooit, in het geschiedenis van een musical wordt die zoveel nominaties kreeg. Dat ben je trots. En dat is voor mij de eerste keer dat ik genomineerd ben, dus dat vind ik sowieso inderdaad wel heel bijzonder. En ik denk inderdaad dat het een soort bekroning op een heel bijzonder creatief proces. Een heel uniek product denk ik dat we nu hebben in Nederland en ik denk dat het... Ik vind het sowieso heel bijzonder dat we net zoveel genomineerd zijn bij Jesus Christ Superstar. Nou, ik vind het überhaupt heel goed dat de nominatie weer terug is. Het geeft dus, toch een beetje de extra waardering die voor al je harde werk in het ensemble. Dat is toch, we staan 6, 7, 8 shows in de week te doen. Dus het is gewoon een mooie erkenning voor al je harde werk. Test, 1, 2, test, test. Nou ja, de voorstelling was voor mij heel, heel speciaal. Melk was echt heel bijzonder. Ik heb me gewoon nog nooit zo... op mijn gemak gevoeld en nog nooit zo kunnen laten zien. Dus ik ben heel blij dat dat te zien is. Ja, dat had ik nooit verwacht. Volgens mij zit ik me in de zijkant en doet iets helemaal niet. Wat de nominatie speciaal maakt voor mij is, ik ben nu al best wel lang aan het werk. Ik ben gewoon verschillende dingen aan het doen in theaterland. En het is wel heel erg leuk om eens een soort van erkenning. Mensen denken, die vrouw, die doet het best wel goed. Dus dat vind ik heel tekenen. Dus ik ben niet lekker van die nominatie kijken, mensen. Categorie beste regie. En als regisseur is je taak om te zorgen dat alle disciplines bij elkaar komen. En dat het een organisch geheel wordt en dat daardoor de productie goed gaat. En ik ben blij omdat er in het geval van Bonnie de 9 categorieën genomineerd zijn. Dan heb ik blijkbaar iets goed gedaan. Dus ik ben helemaal in de glorie. Oh, de nominatie van deze awards is voor mij heel speciaal, omdat ik echt... Ja, het is mijn eerste grote hoofdrol. Dus ik mag gewoon in mijn vingers in mijn handjes knijpen dat ik deze eer nu al krijg. De nominatie is echt een kerst op de taart en overweldigend eigenlijk, want het is mijn eerste musical. Ik wil het al heel lang doen, een musical. Ik ben echt al fan van musicals sinds ik een kleine jongen was. En dit kwam voorbij en het had echt niet beter kunnen uitpakken. Zoveel liefde vanuit mensen in het vak, uit de media, maar ook vooral de mensen in de zaal. En dat je dan genomineerd wordt voor beste mannelijke hoofdrol, ik vind het zo tof. Ja. Precies.
Donna is een vrouw wat best wel heel dicht bij mezelf ligt. Qua leeftijd, maar ook qua ontwikkelingen met een dochter. Waar ze zielsveel van houdt en waar ze de ziel en zaligheid voor heeft gegeven om haar groot te krijgen op een veilige manier. Kijk, ik weet in het echte leven natuurlijk wel wie de vader van mijn kinderen is. Maar dat is een aspect wat op toneel leuk is om mee te spelen. En dat is denk ik wel... Evita of zo, dat staat zo ver van je af. Maar deze rol gaat echt wel aan mijn hart. Dus dan, als je dan weer... Of ja, wint. Nee, de nominatie wint, zo moet ik het zeggen. Dan is het gewoon extra heel mooi kroon op je werk dat gezien wordt. Kijk, ik heb eigenlijk al lang geen nieuwe musical meer gemaakt, zeg maar. Geen aandeel gehad in een nieuwe musical. Dus na een hele tijd, een soort van omweg, ben ik nu weer terug. En ik word meteen genomineerd. Dat vind ik heel erg fijn. Ja, ik had het niet verwacht ook. Ik was heel, ik ben er heel dankbaar voor, natuurlijk. En heel blij mee. Ik vind het vooral ook speciaal omdat mijn aandeel is relatief klein. Maar wel, dat wist ik wel, niet onbelangrijk. En ik dacht, oh, ik moet daar in een hele korte tijd, moet ik echt eventjes dat wat er nodig is neerzetten. Ik hoop dat het lukt. En nu denk ik, dat is gelukt. Nou, sowieso is het een schouderklopje voor wat ik dan afgelopen tijd heb gedaan met Melk. Maar ik vind het gewoon vet dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan alle andere nominaties. Weet je, we hebben er 9 binnengehaald met een kleine productie, een sobere insteek en... ik ben er gewoon heel, heel, heel blij mee dat ik dan een steentje heb kunnen bijdragen. Dat is een beloning voor die musical die toch wel al een heel mooi leven heeft geleefd. In de eerste plaats in de mensen die hem 20 jaar geleden hebben gespeeld. De 3 casts. Het was nu de 3e keer, maar in een korte versie. Al die mensen die eraan hebben meegewerkt. Het is eigenlijk een beetje een beloning om een verhaal dat in heel veel liefde is geschreven, nu beloond te mogen zien worden. Haar sowieso bedanken en de anders, dat heb ik inderdaad nu al gedaan. Voor mij ook echt mijn ouders en mijn zus en mijn familie en vrienden die me zo vaak hebben gesteund dat ik weer eens wilde stoppen met het vak. Elke week. Ja, dat is zijn antwoord, maar ook zeker mijn familie, mijn vriendin. Ik denk op mijn dochtertje, die ik ook de afgelopen periode dat heel veel heb geïnteresseerd, niet heel veel heb gezien. Iedereen om mij heen hier, die mij eerste musical ervaring tot een warm bad hebben gemaakt. Die zou ik zeker doen. Ik ga ook inderdaad met mijn ouders, mijn zus, al mijn lieve vrienden natuurlijk, dat denk ik, die inderdaad ook weer hetzelfde als wat zij zeggen, die hebben je natuurlijk allemaal erdoorheen getrokken. En natuurlijk onze cast, dat ook wel echt, want dat was ook echt iets met wat we met z'n vieren hebben gedaan, dus dat moet ook echt. Dus als ik dat vergeet, maar dat ga ik niet vergeten, dus die klap moet ik nu niet. Ik dacht dat ik geforceerd werd om één te kiezen, hè? maar natuurlijk ook vrienden, familie. Ga ik niet verkeerd. Ik heb even belangrijke steun aan hun gehad, dus dat doet nog even plus 1. Ja. Wat geweldig. Nou, Anouk en sowieso de hele cast, maar die ga ik ook niet vergeten. Mijn moeder, die er niet meer is, maar die er altijd bij me is. Mijn vader, mijn zusje en mijn lieve vriend. Mijn ouders, 100%, grootste fans. Mijn vriend die me altijd bijstaat en mijn beste vriendin. Ja. 20 seconden tegen de tijd dat ik een beetje rustig adem is voor mij. Maar ik denk dat ik sowieso niet de mensen moet vergeten. Achter de schermen, maar ook mensen op het toneel. Ik voel me heel gedragen door al die mensen. En ja, toch mama en papa, dat ze gewoon altijd de ruimte gaven om mijn creatieve ambities na te jagen. Ja. Joop van den Ende. Ja. Want omdat ik heb 20 jaar geleden met hem een aantal gesprekken gevoerd over musical. En hij moest me best wel overtuigen om toch nog weer mee te doen. Om mijn ding neer te zetten. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. En ik heb mooie gesprekken met hem gehad. Dus ik zou hem willen bedanken. En eigenlijk op 1 zou ik zeggen, zou ik mijn dochter doen. En zeggen sorry dat ik zo vaak niet was.
komende half jaar ga ik vaker thuis zijn. Maar ik vind het zo leuk en zij vindt het ook heel leuk om mee te gaan. Ja, haar moet ik echt doen. Nou, ik zou sowieso mijn ouders niet willen vergeten, omdat ze hebben mij samen met mijn broer van kinds af aan naar theater gebracht. Toen ik 11 jaar oud was, zette ik mijn eerste stappen in het professionele theater, om het zo maar te zeggen. Toen was ik nog wel een kind. Maar ja, het theater komt niet naar jou, dus je moet er naartoe gebracht worden. En zij hebben me echt, totdat ik mijn eigen rijbewijs had, overal naartoe gebracht. Zodat ik nu uiteindelijk van mijn hobby mijn beroep heb kunnen maken. Dus die zou ik zeker niet vergeten. En natuurlijk mijn lieve zwangere vriendin en mijn agenten. En eigenlijk mijn vrienden, dat zijn de mensen die ik wil bedanken. En natuurlijk, ik zou nooit ook dit hebben gedaan als een producent me niet heeft gekozen. Of als ik niet bij andere voorstellingen kans had gehad. Dus het is wel lastig om al die mensen te bedanken in 20 seconden. Dus, nou, bij deze dan. Ja, bedankt allemaal. Ja. Ja, ben ik Joep onder de linden vergeten te melden. Dat is heel stom, want het is de regisseur. Hij heeft het gemaakt en zo slecht voorbereid. Dus ik ga dit jaar proberen om iets voor het eerst iets op te schrijven. En als ik niet win, dan ga ik die mensen gewoon alsnog bedanken. De trommelroffel is al begonnen. Je bent te laat.